We gaan het hebben over de binnenstad. Dat doen we met Edwin Marcus. Edwin, wat is jouw functie? Ik ben programmamanager van de BIS in Schiedam Centrum. Dus ik begeleid de ondernemers in het opstellen van het plan om dadelijk hopelijk een, een, een positief antwoord te krijgen van de ondernemers. Voor die plan. Lastig verhaal. We gaan het toch proberen concreet te maken. Wat gebeurt er? We hadden, vroeger hadden we verenigingen op de hoogstraat. Dat is allemaal aan het veranderen. Ja, dat is niet meer. Hè. Vroeger ging je inderdaad, had je de, de winkeliersvereniging. En iedereen was er natuurlijk lid van. Net als ik het stoepje van je buurman ook uh, veegde. Nou, dat is allemaal niet meer van deze tijd. Hè. Er zijn veel uh, freeriders. De, de grote ketens doen vaak niet mee. Vinden dat niet belangrijk. En daar is ook de bedrijf een investeringszone voor uh, eigenlijk ontdekt. Als instrument. Dat komt uit Amerika uh, zetten. Daar heet het Business Improvement District. En in in 2009 is hiermee geëxperimenteerd en dat is zo goed bevallen dat in 2015 een wet is gekomen. Waar die eigenlijk in het kort voor ogen heeft: als de ondernemers een plan maken. wat ze voorleggen aan alle ondernemers binnen een bepaald afgebakend gebied. en de meerderheid is daarvoor, dan moet iedereen daaraan bijdragen. En dat is zeg maar in een notendop: is dat de BIS. Het plan gaat van start. Jullie hebben bijeenkomsten gehad met de ondernemers. Hoe was hun reactie? Uh, nou ja, goed, van de mensen die er waren, en dat waren toch uh, bij de twee bijeenkomsten 60 tot 80, uh, mensen waren allemaal erg enthousiast. Maar goed, het, het waren niet alle 300 ondernemers uh, uh, vanuit het hele centrum, maar ook, ik heb alle ondernemers nagenoeg gesproken, die waren toch wel uh, van mening dat er wat moest gaan veranderen. En er zijn natuurlijk ook altijd een aantal mensen, ja, die voelen zich daar niet bij thuis. Ja, dat is, uh, zo werkt dat helaas. Er moet uh, in januari gestemd worden, want dat is nog een heel listig plan, dat kan mislukken. Wat is de reden van die stemming dan? Nou, dat is wettelijk zo bepaald. Uh, de wetgever heeft bepaald: hè, de wet op de bedrijven- en investeringszone, die bepaalt van: oké, okay, je maakt een plan. Dat plan bied je in eerste instantie uh, aan aan je ondernemers om daar dus zeg maar, informeel draagvlak voor te krijgen. Als dat er is, dan is het dus een goed plan hè, in de ogen van de meeste ondernemers. Dan bied je het aan bij de gemeente en vraag je of de gemeente een verordening wil vaststellen om die BIS-verordening ook daadwerkelijk uh, neer te zetten. En dat is onder voorwaarde, want alsnog mogen de ondernemers dan allemaal stemmen schriftelijk. Of dat plan al dan niet door moet gaan. En dat is natuurlijk toch wel een hele wedstrijd. Want van de uh, 300 plus ondernemers in het hele centrum. moeten zeg maar de helft hun stem uitbrengen. En daarvan moet twee derde voor zijn. Uh, en zo zijn er nog een aantal regels. En dan pas gaat die biss door. Dus er is inderdaad nog wel een wedstrijd uh, te lopen. inderdaad. Nou staat er een aantal panden nog leeg in de Hoofdstraat. Uh, worden die dan niet belast? Ja, gelukkig wel. De wetgever heeft, heeft in ieder geval aangegeven dat op het moment dat er geen ondernemer in zit, dus geen huurder in zit, dan dat de eigenaar dan als gebruiker wordt aangemerkt. Dus die mag dan ook stemmen, maar moet dan ook de bijdrage betalen. En dat is natuurlijk alleen maar fijn, want hoe beter die binnenstad functioneert, hoe sneller die weer een huurder heeft gevonden die die nota later kan gaan betalen. Dus die eigenaren moeten wel erg enthousiast gaan worden van die BIS. Nou was het vroeger zo bij de winkeliersvereniging dat iedereen moest hetzelfde betalen. Dat vond men vaak onrechtvaardig. Hoe gaat dat nu lopen? Dat is nu wat veranderd. We hebben toch een stafhol gemaakt waarbij zeg maar de, de, de zwaarste lasten bij de, bij de sterkste schouders terechtkomen. Uh, dat betekent dat we een staffel hebben gemaakt tot uh, 100.000 euro betaalt men 250. En dan nog een aantal staffels. en boven de 500.000 euro betaalt men 600. Dat is ook het maximum. Dus tussen de 250 euro per jaar en 600 euro per jaar doe je mee aan die wis. Gesteld dat het doorgaat. Dat betekent in januari uh, volle kracht vooruit. Wat gaan de bezoekers daarvan merken? Nou, een aantrekkelijkere binnenstad. Dat kan je ook lezen in het BIS-plan. Dat staat nu op de website van, van Schiedam Centrum. Uh, daar kunt je ook lezen wat allemaal van, van plan zijn om in die binnenstad te gaan doen. Het gaat over schoon heel veilig. Het gaat over meer groen, het gaat over uh, beleving, attractiviteit, meer evenementen, ook andere soorten uh, evenementen. Dus die bezoekers moeten daar wat van gaan merken. Uh, want we moeten juist die dingen gaan doen die die mensen natuurlijk trekken. En dat is, uh, dat is de kunst. Maar goed, gelukkig zijn er heel wat winkelgebieden die al met die BIS hebben ge, uh, geëxperimenteerd. En de ideeën die liggen er ook wel. En ik heb ook Tijdens die laatste bijeenkomst gezegd. Als tussen de 300 ondernemers. als die allemaal één goed idee hebben per jaar. dan kunnen wij het dan niet meer uitvoeren. Dus daar moet het ook echt vandaan komen. Wat wordt de rol van de gemeente in deze? Nou, in eerste instantie, natuurlijk, die draagvlakmeting en die verordening uh, samenstellen. En daarnaast, als die BIS doorgaat, hebben ze een belangrijke functie in die zin dat ze uh, ook onze heffing doen. Dus de gemeente stuurt dadelijk ook de facturen uit voor die heffing. En dat komt direct uh, allemaal terug naar de stichting BIS. Die het dan uit gaat geven aan de plannen zoals we die hebben voorgesteld in het BIS-plan. Dus de gemeente is eigenlijk ook onze kassier. Maar daarnaast is het ook een, een partij waar we natuurlijk graag mee samen willen werken. Uh, op het gebied van schoon, heel veilig evenementen. Soms ook voor subsidies, maar ook bijvoorbeeld voor. Uh, voor zaken die we in openbare ruimte aantreffen. Hè? Dat de handhaving wat eerder erbij moet komen, bij wijze van spreken. En die moet de gemeente ook meer op gaan pakken. Dan hebben we nog de centrummanager. Wat wordt de nieuwe rol van de centrummanager die waarschijnlijk straks aan het werk gaat? Ja, dat is natuurlijk allemaal nog een beetje koffiedik kijken. Maar de centrum manager zou in ieder geval het aanspreekpunt moeten zijn namens alle uh, ondernemers. Uh, ja, en ook zeg maar, het aanspreekpunt voor de gemeente voor die zaken die daarvoor uh, belangrijk zijn. En die centrum manager zou het aan elkaar moeten koppelen. Maar ik vind ook dat er daarnaast ook een grotere rol moet liggen bij die ondernemers. Om ook zelf initiatieven te nemen. Het is niet meer zo dat Kitty, die nu zeg maar, de, de centrum manager is, uh, alles maar regelt en niemand zich daarvoor eens druk om hoeft te maken. Kitty heeft elk ondernemer gewoon nodig. En die wil ze hartstikke graag helpen erbij. Maar er moeten ook wat dingen gedaan worden door die ondernemers. Hè, vergis je niet, we proberen 105.000 euro op te halen. Dat lijkt een heel bedrag. Maar ja, het hele centrumgebied is 300 ondernemers. De vastgoedwaarde ongeveer 60 miljoen. Ik denk dat er iets van 120, misschien tot 150 miljoen omzet wordt gemaakt. Uh, we doen het met hele beperkte middelen. Uh, maar dat kan ook helaas niet anders, want het draagvlak is voor hogere bedragen moeilijker. Maar dat betekent ook dat de ondernemers ook meer uh, initiatieven moeten nemen. Dat willen ze ook graag. Ten slotte, schiedammers die altijd roepen van er is niks op de hoogstad te doen. Het is, het is, vroeger was het allemaal veel leuker. De reden om dit allemaal te doen is gewoon: er liggen kansen. De tijd is er rijp voor. En dat moet nu gebeuren. Het moet nu gebeuren, ja, het is uh, kijk, de, de, de reclamebelasting is afgeschaft, dus daar komt geen geld meer vandaan. Die ondernemers moeten echt het heft zelf in handen gaan nemen. En dan denk ik van, nou ja, weet je, die, die 1 tot 2 euro per dag die je moet, uh, moet neerleggen per jaar. Uh, die die 250 tot 600 euro om het centrum aantrekkelijk te houden. Ja, dat is nu echt aan die ondernemers. En dat kan je niet allemaal aan de gemeente overlaten, want die gemeente heeft veel meer taken. en Je, je, je leest niet anders in de krant dat er allemaal naar jeugdzorg en noem alles maar op. Dus die ondernemers moeten echt het heft zelf in handen gaan nemen. Daarom ik, ben ik ook zo blij met dit plan, want dit is van, voor en door ondernemers. En de gemeente die kan daarin faciliteren. En dat is heel wat anders als de gemeente het organiseert en dat wij daar een beetje bijhangers ondernemen. als